lieve vriendjes. Ik zie en ik weet dat jullie over superhelden aan het leren zijn. Hebben jullie zin om mee een superheld te leren tekenen? Okido, we beginnen eraan! Ziezo, we beginnen eraan. We hebben nodig een blad papier, stiften en kleurpotloden. We gaan een echte superheld tekenen. En daarvoor gaan we beginnen met een vierkant. Het is niet echt een vierkant, want de beentjes zijn een beetje breder. Kijk goed. Zo. De beentjes gaan precies een beetje open. En dan gaan ze terug toe. Het lijkt op een vierkant, maar het is het dus niet. Daarna gaan we de buik tekenen van de superheld. We gaan een driehoek tekenen. Kijk goed. Eerst precies twee streepjes. Dan naar beneden. Maar let op, hier moet hij dicht. Er mag geen punt zijn. Dat hebben jullie goed gedaan, zeg. Een superheld heeft ook twee armen nodig. Eén arm. Twee armen. En wat heeft de superheld nog nodig waarmee hij kan stappen? Goed zo, benen. Teken maar twee benen. Goed gedaan, zeg. En het is een superheld, een beetje met oortjes. Zie hoe leuk. Dat is een leuke superheld. En natuurlijk heeft de superheld ook een cape aan. Dat mogen we niet vergeten, want elke superheld heeft een cape. We gaan beginnen met de voorkant van de cape. Dat komt op een punt. Zie je dat? Zo, op een punt. En dan gaan we precies een gordijntje tekenen. 1 of een vleugeltje. 2. En we gaan die zo laten samenkomen met de onderkant. Wauw, dat is een grote cape, zeg. En de superheld heeft natuurlijk ook nog handjes nodig. Je mag kiezen of dat je hem effectief 5 vingertjes geeft. Maar het is natuurlijk in onze fantasie. Het bestaat niet echt. Dus hij mag voor deze keer 3 vingertjes hebben. Hij heeft ook een supercoole broek. Voilà. En een masker. Daarvoor zo 1, 2. Dat lukt dat bij iedereen? We zijn alleszins supergoed bezig. Een superheld moet natuurlijk ogen hebben. En kijk, die gaan lachen. 1 oogje. 2 oogjes. En natuurlijk een mond. Goed. Daarna gaan we de knoopjes tekenen van zijn pak. 1. 2 knoopjes. Lukt dat bij iedereen? Supergoed. Natuurlijk kan je kiezen waar de superheld staat. Staat hij in het gras? Of misschien op de stenen? Mijn superheld gaat eventjes pauze nemen, speeltijd in het gras. Dus ik ga gras tekenen. Supercool. En de zon schijnt. En dus mijn zon mag lachen. Met streepjes. Ziezo, misschien staat er wel nog een bloemetje in het gras. Dat kan, hè? En een bolletje in het midden. Oh, en niet vergeten, een blaadje. Nu gaan we kleuren. Jullie mogen zelf kiezen welke kleur. Maar de zon, dat staat vast, de zon is geel. Het gras is groen. Ik ga nu sneller kleuren, maar jullie kunnen het op jullie gemak kleuren. Hè? Jullie hebben tijd. Ziezo. Het blaadje. Ik ga eens even kijken welke kleurpotloodjes ik nog heb. Ah, ik heb nog lichtgroen gevonden.
Met lichtgroen ga ik de blaadjes tekenen van het bloemetje. Ziezo. Ik wil dat de cape van de superheld rood is, want dat vind ik wel heel cool. Ziezo. Het masker mag van mij in het blauw. Net als de rest van zijn pak. En ik wil zijn broek en zijn mouwen in het bruin doen. En zijn, ja, wat is dat? Misschien wel zijn onderbroek dat hij boven zijn pak heeft. Dat zou wel heel grappig zijn. Mag ik nog in het geel doen? Het bloemetje ga ik in het oranje doen. En in het geel. Zijn gezicht mag in het roze of in het bruin. Dat mogen jullie kiezen. En zijn oortjes wil ik ook in het rood. Ziezo! Is dat bij jullie ook gelukt? Ik ben er zeker van wel. Dankjewel! Daag!